Ja, je nieuwe phone in car. Ik sta in de file, het is blijkbaar een ongeluk gebeurd. Het heeft 73 minuten vertraging. Zo, dat verwacht je niet. En als ik dat dan weer zie, en ik zie ook een motorfiets er doorheen laveren, denk ik weer, waarom ben ik niet met de motor gegaan? De motor heeft heel veel voordelen als het slecht is, zoals dit, hè. Dus eigenlijk het verkeer stagneert, dan is een motor super fijn. Maar het heeft ook nadelen. Kijk, het voordeel is er nu, als het stagneert, andere mensen kruipen vooruit, misschien gemiddeld 3-5 km/u. Het is verschrikkelijk natuurlijk met een auto, hè, dat kon je wandelen. En een motorfiets gaat er misschien dan doorheen met 40-50 km/u, iets niet rond. Sommigen zouden zeggen, we houden het snelheidsverschil lager, maar in de praktijk zie je toch dat ze best wel doorrijden. Vooral als het echt stil staat en er geen beweging in zit, dat ze er gewoon met een redelijke snelheid doorheen laveren. Natuurlijk een groot voordeel, hè? Dan ben je dat stukje, stel dat je 5 km/u gemiddeld gaat of 50, is een factor 10. Dat scheelt wel, dus in plaats van 73 minuten heb je dan 7,3 minuten ja? Vertraging, om een voorbeeld te geven. Nou, dus 7,3 minuten, dat merk je op de taal niet, de 73 minuten, meer dan een uur natuurlijk wel. Maar er zit ook een nadeel aan, ik ben zelf ook motorrijder, als je dus aan het rijden bent en er gebeurt wat, je zit niet in een veilige kooi, wat je hier wel zit, hè, deze auto. Dat betekent niet dat er niks kan gebeuren, maar je hebt allemaal kreukels, wonders en bescherming om je heen. Natuurlijk heeft een motorfiets dat niet, je hebt wel een motorpak en een helm en handschoenen en laarzen met allemaal beschermingsstukken erin, maar het is niet hetzelfde, dat is gewoon wat ik wil zeggen. Dat is één. En het tweede is, ook, je bent niet, ook niet beschermd tegen de elementen. Hè. Het kan heet zijn, dan zit je in je motorpak eigenlijk weg te zweten, want de airco heb je niet. Je kan zeggen, de dingen open, maar als je het te gek maakt, dan is die bescherming laag verder gecomprimeerd. In ieder geval een compromis op losgelaten, dus het is kleiner geworden. En je hebt natuurlijk ook nog, als het slecht weer is, regen of zoiets, wind, dan word je helemaal doorweekt. Die motorpak houdt meestal een tijdje tegen. Maar langer dan 10, 15 minuten in de regen gaat meestal niet zo heel erg goed. In de zin dat je er helemaal geen effecten van gaat zien. Je hebt natuurlijk altijd nog specifieke regenpakken, ook op de motor, waar het veel langer kan. Maar het is toch iets wat je even moet bedenken, want als je een regenpak aandoet en het weer is ineens een stuk warmer, dan lucht dat ook niet en dan word je er natuurlijk nog verder oververhit. Dus een echte allrounder is moeilijk te vinden. En er is nog een ander aspect. Dit is nu een rit van 200 kilometer. Daar kan het best lonen met de motorfiets te gaan. Omdat die afstand, hè, je moet je omkleden, je motorhelm opdoen, je motorpak, broek, handschoenen, laarzen, allemaal anders. En je moet je ook daarna weer omkleden. Kijk, als je voor 200 km hebt gedaan in een motorpak, ik zit nu in een gewoon pak, betekent dat je een extra rugzakje mee moet nemen met je gewone pak erin. Want ja, ga je dat gewoon zo doen, word je doorweekt. En wil je spullen meenemen, is het ook wel heel stuk lastiger met een motorfiets. Wil je kinderen meenemen, eigenlijk niet zo aan te raden over het algemeen. En een passagier, je kan maximaal 1 passagier meenemen. En dan, zelfs dan, het is heel anders dan een auto. Waar je dus met echt kinderlijk gemak met 5 personen die afstand kan afleggen. Maar ja, ik geef nu aan 200 kilometer, dat is goed te doen. Maar eigenlijk heb je ongeveer 20 tot 30 minuten nodig. Om de tijd die je extra aan omkleden kwijt bent, te rechtvaardigen. Maar het kan anders zijn. Hè? Er zullen ook situaties zijn dat je bijvoorbeeld naar de stad moet. Waar je met je auto niet kan parkeren. Dat kan ook een groot voordeel zijn. Of het is een stukje waar ja, je gewoon weet dat al dat vaststaat. Zoals hier nu ja, incidenteel is. Maar soms zijn structureel gewoon knooppunten, hè, waar het altijd misgaat. Dan kan je ook overwegen natuurlijk om de motorfiets te gaan, want wat ik aangaf, je misschien wel 10 keer zo snel doorheen gaat. En ik denk dat ik de 5 km/u helemaal niet aan het halen ben op dit moment. Ik denk rond de 2.
Als dat zo is, je kan met 20 km per uur doorheen gaan, dan zit je al 10 keer zo snel. Laat staan dat je die hogere snelheden weet te halen. Het zijn gewoon dingen om eventjes in overweging te nemen hier. Ik hoop dat het helpt om het totaalbeeld te vormen. Laat onverlet dat motorrijden echt heel erg leuk is. Niet alleen door het laveren, maar ook omdat je die hellingsvoet kan hebben als je door de bochten gaat. Het geeft ook een veel vrijer gevoel. Hoe je de interactie met de wind en de natuur en de zon en de elementen. Plus het geluid is anders en je hebt ook vaak die uitlaat die heel anders wordt. Het zijn gewoon dingen die ik een hele verrijking vind. Plus de auto die ik nu heb is een geforceerde luchtinstroomauto. Hè. Waarom? Er zit een turbo op. Turbo en supercharger die force feeding air noemen ze dat. Hè. Dus eigenlijk wordt de lucht erin gedrukt. Maar vaak heeft dat ook een effect op het geluid en het maximaal toerental. En met een motorfiets is dik over de 10.000 toeren of 11, 12, soms zelfs 18 of 20 is gewoon mogelijk. Misschien niet met elke motorfiets, maar bijvoorbeeld met de mijne wel. En dat is leuk. Dit loopt in de begrenzen bij 6.000. 6.000 een beetje, 6.300 of zo. Dus dat is toch een andere beleving. En de turbomotor heeft gelijk punch en oomf onderin. De atmosferische motor, die hoogtoerig is, die gaat juist boven in de toeren. Gewoon los. En dat is leuk dat je een andere opbouw hebt. Dat je eigenlijk een meer lineaire opbouw hebt in plaats van ja, gewoon een soort plateau wat een turbomotor kan geven. Dus dat is ook een overweging, een iets andere rijbeleving. Ik wens je in ieder geval een hele fijne dag. En ik hoop dat jullie veel minder last hebben van de file. Ciao, Founder in Car Out.